Ik heb nog een vraag over dat zien. Want dat zien, dat doe je met je ogen. Nee. Dat is kijken. Mm-hmm. Waarmee zie je dan? Bewustzijn ziet. Ja. Maar dat zit ook toch in je? Ja, maar ook niet in je. Het is nergens niet. Het is niet in Afrika. Ja, hoor. Het is hier. Nou ja. Zodra je daar bent, ik ben in Afrika. Ja. Het is wel behouden tot dit fysieke... Ja, dat is wat jij denkt. Ik beweer dat ieder droomwezen hetzelfde ik-ben-gevoel heeft. Dat er daar gedachten en gevoelens en fysieke sensaties worden waargenomen, waar iemand ook is. En daarbuiten ook nog. Dat wij ons bewustzijntje heel erg claimen en beperken tot ongeveer deze vorm. Akkoord. En dit is net zoiets als een golfje die zegt, nee, het is alleen hier nat. Niet aan de andere kant van de oceaan, want ik ben me alleen maar bewust van dit golfje. Ja, maar je kunt dat golfje kan het wel erkennen, dat het daar nat is, maar dan, die erkenning is nog niet het zelf ervaren. Nee, natuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Maar hoe jij het nu ziet, is alleen maar hoe jij het nu ziet. En niet per se hoe het is. Ja, dat begrijp ik. Dus als die mind stilvalt daar, is er meteen, om die vergelijking erin te houden, de ocean view. Ik, het bewustzijn, ben nergens niet. Dat is mijn ervaring. Dat er hier ook een besef is van dit ding, akkoord. Maar het een sluit het ander niet uit. Er is het absolute level en het gelokaliseerde level. Het droomtheater level. Ongeveer een besef hier ergens in de buurt van dat lijf. Wat trouwens vrij snel kan opbreken, want zodra ik maan roep, past het er ook in. Of universum. Universum is een object. En vanuit mijn mensidentificatie zeg ik, universum is heel groot. Vanuit mijn absolute perspectief, universum stelt geen reet voor. Dream stuff. Ik was er al voordat het universum kwam. Dat hoor je niet vaak, maar dat maakt het niet minder waar. En dan heb je twee van die basisverzetsels op deze planeet. God heeft alles gemaakt, dat is de ene. En de Big Bang, dat is de andere. Ze zijn allebei een geloofssysteem. Nou, in beide gevallen, voor die tijd, was ik al. En toen liet ik het absolute, zoals ik het graag uitdruk, een boer. En tada! Een heel droomtheater. En binnen dat droomtheater, op een of andere locatie in wat wij Utrecht plegen te noemen, zitten we nu in een achterafkamertje over deze dingen te praten. Ain't that magnificent? Maar je moet toch een ik zijn, wat boert. Ja, die heeft alleen het absolute, en die is niet een iemand. Maar ik kan wel boeren. Ja. Het is een metafoorschap. Nee, dat is het geval met alle metaforen. Het is net zoiets als achter de letters of tussen de letters lezen, weet je wel. Of je neemt het letterlijk en dan zit je ernaast, of? Or you get it.